Hallo iedereen en welkom in deze review van de Autobot Eye Smart Dashcam. In deze video vertel ik waarom ik juist deze dashcam gekozen heb, vertel ik meer over de microSD kaarten, de installatie in de auto en de Autobot app. Dashcams zijn eigenlijk de zwarte doos van de auto. De laatste tijd zagen we vaak in het nieuws video's van wegpiraten gefilmd met dashcams. Maar veel belangrijker, in geval van een ongeluk of een aanrijding, heeft u bewijsmateriaal? Stel u voor, de auto voor u rijdt ineens achteruit, botst tegen uw auto, maar ontkent. U heeft de video en er is dus totaal geen discussie. Of u kunt de dashcam ook gebruiken om uw auto in de gaten te houden op parkeerplaatsen. Voilà. U weet het zeker, u wilt ook een dashcam. Maar welke kiezen? Er zijn er zo ontzettend veel voor elke smaak en elk budget. Juist hierom is het belangrijk om op voorhand goed te bepalen wat u juist verwacht van de dashcam. Persoonlijk wel eentje die niet te duur is, want laten we toegeven, het blijft toch een gadget. Vervolgens ook eentje die automatisch begint met filmen van zodra ik wegrij. Er zijn ook applicaties voor de smartphone die de smartphone omtoveren in dashcam, maar dan moet je elke keer bij het wegrijden zelf je smartphone op het dashboard installeren. Niet echt handig. Ook was ik niet geïnteresseerd in dashcams met zo'n grote zuignap als voet. Niet alleen is dat niet heel mooi, maar mijn ervaring is dat die dan toch uiteindelijk van de vooruit afvallen. Natuurlijk wou ik een goede beeldkwaliteit en ook graag een G-sensor, zodat de beelden automatisch worden vastgezet in geval van een aanrijding. Een geïntegreerde GPS wou ik niet, om de duidelijke reden dat dan ook de snelheid in het beeld komt en, ook al rij je maar een paar kilometer per uur te hard, het beeld dan niet meer in je eigen voordeel gebruikt kan worden. Infraroodlicht is ook niet interessant, want de weerkaatsing op de voorruit maakt dat de beeldkwaliteit juist heel slecht wordt. Dus uiteindelijk een kleine, discrete dashcam, automatisch en niet te duur. Ik ben toen dit model tegengekomen op AliExpress. Net iets duurder dan 10 euro. Ideaal. Maar klein probleempje, je moest hem zelf aansluiten op de zekering. Niet erg handig, omdat ik daar niet voldoende verstand van heb. En bovendien geen scherm. Dus je moet zelf al een draagbare DVD-speler hebben bijvoorbeeld, met een video-inpoort, om de beelden te kunnen zien en het apparaat goed te kunnen afstellen. Ik heb dus liever iets meer geld besteed en gekozen voor de Autobot Eye Smart. Niet alleen vond ik deze heel mooi om te zien, maar je kon de beelden ook direct bekijken op je smartphone. In geval van aanrijding, geen PC nodig, je stapt uit en je kan alles direct bekijken op je smartphone. Ideaal. Ook was de beeldkwaliteit heel goed dankzij de Sony chip en de commentaren waren online toch redelijk positief. Op de app na, maar daar kom ik later op terug. Omdat de Autobot dashcam een microSD kaart nodig heeft, moest ik een microSD kaart bestellen. Weet dat er enorm veel namaak bestaat en let dus heel erg op met bronnen als AliExpress en eBay, maar ga eerder naar gekende winkels zoals Amazon, bol.com of gewoon de lokale Mediamarkt of Fnac of wat dan ook. Let wel op bij bedrijven als Amazon, dat het ook effectief Amazon is die de kaart verkoopt. Vervolgens moet je letten op de klas 10, wat aangegeven wordt met een kleine 1, en dat het kaarten zijn die speciaal gemaakt worden voor opname in lus. Hier ziet u enkele van deze kaarten. Koop zeker niet de SanDisk Ultra, aangezien deze kaart niet tegen die lusopname kan. Kies dan voor de SanDisk Extreme, die wel aangeraden wordt voor de GoPro zelfs. Reken ongeveer een euro of 20 voor een kaart van 32 gigabyte, waarop u 7 uur opname in 720 pixel kwaliteit kan opnemen. Ik zelf heb gekozen voor de Lexar 633X. Die was op dat moment het goedkoopst. Eens de kaart binnen is, moet u die nog formateren in het formaat FAT32. Hiervoor stopt u gewoon de kaart in de computer, klikt u met de rechter muisknop op de kaart en formateer hem maar.
In de meeste dashcams zit zelf ook nog een menu waarin u de kaart kan formateren, zoals in de Autobot het geval is. Dus ik heb gekozen voor de Autobot Eye, voor zijn elegantie, zijn mooie verschijning, het gemak om de beelden direct op de smartphone te kunnen bekijken en het feit dat je hem ook heel makkelijk los kunt koppelen en mee naar huis kunt nemen. Je kunt hem zelfs achter z'n voren installeren om tijdelijk het interieur van de auto te filmen. Ik heb op AliExpress de prijzen vergeleken en uiteindelijk kostte hij iets van 70 euro. Ik heb ongeveer 2 weken gewacht om hem te ontvangen en ik heb niks van extra kosten moeten bijbetalen. Hier een kleine unboxing video. U ziet er de mooie doos met de camera, de oplader en de voet in de mousse. Daaronder zit de kabel en het garantiebewijsje en een heel beperkte gebruiksaanwijzing. En nog een tweede dubbelzijdig plakband. Hierna volstaat het om de kaart, de micro SD-kaart erin te stoppen en de camera op zijn voet vast te klikken. Voor de installatie stopt u de oplader in de sigarettenaansteker van uw auto. U ziet dan ook meteen de Apple en Android logo's. Deze oplader heeft namelijk ook een tweede USB-poort om uw smartphone of tablet op te laden. Wel zo handig. Ideaal gebruikt u een geschakelde 12 volt aansluiting. Oftewel een sigarettenaansteker die, wanneer de auto op slot doet, ook uitgaat. In mijn auto, de Nissan Qashqai, heb ik twee aansluitingen. Voor in de middenconsole is het een permanent gevoerde, een continue 12 volt aansluiting. Hierop blijft de camera permanent filmen. En in de armsteun zit een tweede geschakelde. Hiermee schakelt de camera wel steeds uit. Nadat de camera aangesloten is, kunt u de Autobot app downloaden. Installeren op de smartphone. En vervolgens gaat u in de instellingen van uw smartphone naar de wifi van uw smartphone en maakt u contact met de Autobot wifi. Het wachtwoord zit in de handleiding, maar dat zal waarschijnlijk iets van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zijn. Vervolgens gaat u in de app naar More en kunt u de dashcam koppelen met de telefoon. Dat is op zich redelijk eenvoudig dankzij de wizard. Uiteindelijk komt u in de modus waarin het beeld gefilmd wordt en dat is ideaal om de dashcam uiteindelijk te installeren. Ik geef toe, ik heb vrij lang moeten zoeken naar de ideale plaats. De plaats waar dat het meeste beeld gefilmd wordt, zonder dat de regensensor te prominent in beeld kwam, maar ook zonder dat de camera zelf te prominent in beeld kwam. Vervolgens heb ik de ruit schoongemaakt met een beetje glashex en heb ik de cameravoet vastgekleefd. De kabel zelf kon via de spiegel en de dakbekleding naar de zijkant van de auto geleid worden en langs de daksteun naar beneden. In mijn geval ging naar de armsteun, dus volg ik heel de deur langs de deurrubber en zo onder de stoel van de bijrijder door. Zoals u kunt zien is de camera erg discreet en ook van buiten niet heel opvallend. En daarmee komen we bij de app. De app is heel veelzijdig, maar ook niet altijd even gemakkelijk om te begrijpen. Hij is beschikbaar in het Engels en in het Chinees, maar sommige pushberichten blijven nog steeds in het Chinees. We onderscheiden drie pagina's. De linkerpagina die geeft toegang tot de dashcam en de Magic oplader. Dan is er een historiek pagina en dan is er een pagina voor de account. Als u toestaat dat de dashcam uw locatie ook bijhoudt, dan is dat via de smartphone. Dan heeft u een heel veelzijdig overzicht over al uw verplaatsingen. Persoonlijk heb ik dit niet aangezet. Eén, heb ik geen zin om de batterij van mijn smartphone helemaal leeg te pompen. En anderzijds
weet ik ook niet helemaal naar welke Chinese servers informatie gaat en zet ik het liever uit. Om deze reden heb ik ook geen account aangemaakt. Ik ben al blij met de basisfunctionaliteit. In het stukje van de Magic opladen kunt u de basisfunctionaliteit instellen. Bijvoorbeeld of de dashcam een foto moet nemen elke keer dat u parkeert. En het idee daarachter is dat u auto zo makkelijker kunt terugvinden. Bijvoorbeeld als u in een ondergrondse parkeergarage staat om de etage terug te herkennen. In het stukje van de dashcam zelf heeft u toegang tot de foto's en de video's. En kunt u ook de camera zelf instellen, onder andere de beeldkwaliteit. Hier kunt u ook in de gevoeligheid instellen van de G-sensor. Dat wil zeggen dat video's die herkend worden als zijnde een aanrijding, bijvoorbeeld na een schok, die worden gelokt en zullen niet meer overschreven worden nadien. Om deze instellingen te kunnen regelen, moet u 1. Verbonden zijn met de Magic oplader en 2. Moet u de opname stopzetten. Voor de optie Parking Protection is het nodig dat de dashcam gevoed wordt door de niet geschakelde oplader, oftewel hij moet continu stroom krijgen. In mijn geval is dat niet ideaal. Ik rijd te weinig en de auto die staat op een veilige privéparkeerplaats. De camera zou dus continu voor niets filmen en alleen maar de accu leegtrekken. Maar in geval dat het nodig zou zijn, bijvoorbeeld wanneer ik een keer in de binnenstad op stap ben en de auto staat niet op een hele veilige plaats, kan ik snel de oplader van aansluiting wisselen en dan neemt hij alsnog alles op. De video's kunnen bekeken worden op de smartphone door middel van streaming via de Magic oplader of u kunt ze direct downloaden op uw telefoon. De video's die zijn ongeveer 160-70 MB groot en dat downloaden dat duurt vrij lang, maar eens op de smartphone staan, dan gaat het kijken wel heel vlot. Kunt u niet wennen aan deze app? Dan zijn de alternatieven. De Humera en de Finocam zouden ook compatibel zijn en zijn een stuk simpeler met minder opties. Rest ons enkel nog om de dashcam te ontdekken in de praktijk. De kwaliteit is geweldig. Overdag en 's nachts is de beeldkwaliteit subliem. De kleuren zijn mooi en realistisch en je kunt perfect de kentekens lezen. Het geluid is erg zacht, maar persoonlijk vind ik dat een bijzaak. Al met al ben ik heel blij met deze dashcam. Hij was niet heel duur, hij is ontzettend mooi om te zien en de beeldkwaliteit is echt perfect. De dashcam doet automatisch wat hij moet doen: opnemen van zodra ik de auto open en hij stopt 10 à 20 seconden nadat ik de auto weer op slot doe. Perfect. De app is heel volledig met ontzettend veel opties. Die zijn voor mij persoonlijk allemaal niet zo nodig. Ik heb wel een goede toegang tot de video's. Die is niet altijd even snel. Maar goed, in principe gebruik je dit ook enkel maar in noodgevallen. En daarmee zijn we aan het einde van deze review. Ik hoop dat u genoeg informatie heeft. Bedankt voor het kijken en laat gerust een reactie na.